Basta gaat deze week over de geschiedenis van het onderwijs en leerplicht. Vorige week was de dag van de leerplicht. Een dag om nog eens extra te laten zien dat school verplicht is voor kinderen. Sommige kinderen spijbelen, vooral op de middelbare school. Oud-Ajaxiet Edgar Davids en wethouder Lodewijk Asscher gingen langs bij het Altra College om jongeren te vertellen hoe belangrijk het is om naar school te gaan en niet te spijbelen. Vroeger zelf wel eens gespijbeld, stiekem? Ja, natuurlijk heb ik gespijbeld vroeger, maar het gaat niet om dat je spijbelt, het gaat er wel om dat ik wist wanneer en ik wou gewoon mijn diploma halen. En daarom ging ik ook op naar school en ik had ook gewoon best wel strenge ouders. Maar ik wens jullie vooral toe dat je alles eruit haalt wat erin zit. De wethouder heeft nog een speciale boodschap voor de BASTA-kijkers die binnenkort naar de middelbare school gaan. Nou, het belangrijkste is natuurlijk, kies een school die je heel erg leuk vindt. Maak plezier. Zorg dat je daar met leuke kinderen omgaat. En doe je best. Doe je best op school. Maak er wat van. De WB Notenboomschool bestond vorige week 80 jaar. De WB Notenboomschool is een speciale school voor langdurig zieke kinderen. Maar dat wil trouwens niet zeggen dat er niet gefeest kan worden. Vandaag gaan we voor de ouders optreden een beetje en alles laten zien wat we in de afgelopen week hebben gedaan. Bij een feestje horen natuurlijk allemaal lekkere hapjes en drankjes. Maar de ene leerling is allergisch voor melk en een ander kan niet tegen pinda's. Jairo mag gelukkig wel alles pakken wat er ligt. Ja, ik mag alles eten wat hier ligt. En waarom kan jij wel alles eten en de andere kinderen bijvoorbeeld niet? Nou, omdat we allemaal verschillende ziektes hebben. Omdat de ene heeft weer suikerziekte en de andere heeft weer dat. De WB Notenboomschool ziet er niet heel anders uit dan de school waar jij misschien op zit. Alleen hebben veel kinderen medicijnen en speciale zorg nodig die niet overal kan worden gegeven. Nou, ik vind het heel leuk op deze school. Ja, ik heb goede vrienden hier en word niet gepest om wat ik heb, want iedereen heeft hier iets. Naast lekker eten en feesten hebben de leerlingen ook hard gewerkt aan een nieuw logo. En vandaag werd die spectaculair onthuld. Ik vond het wel een leuke dag vandaag met die vogel en al die hapjes en zo. En optredens en zo, dus topdag voor mij.